Ja, ik kreeg gisteren wat mindere 500. Net naast de top 5. Dat is ons heel jammer. Maar wel zelf laten liggen. Dus ja, dat was de zaak om het vandaag te revancheren. En dat is goed gelukt, denk ik. Die 500 die had ik zeker niet zien aankomen. Ik wist wel dat fysiek alles goed viel de weken ervoor al. Alleen ja, de knie was een beetje de vraag, hoe staat die ervoor? Dat ging dit weekend gewoon heel erg goed. En ja, die 500 meter, daar had ik gewoon heel veel rust. En ik had daar geen verwachtingen. Daardoor reed ik daar eigenlijk heel erg relaxed en viel alles daar goed samen. Zeker gezien gisteren wou ik natuurlijk gewoon graag een ticket voor die World Cups. Om gewoon in die cyclus mee te gaan en ik denk dat goed gelukt is. 1:15:01, prima tijd voor nu, derde plek. Ticket binnen, ja, daar ging het om. Zeker die 1500 had ik wel wat ongebruikelijk meer spanning dan normaal. Omdat ja, dat is je eerste meemoment eigenlijk, je eerste serieuze wedstrijd waar weer iets te behalen valt. En dan, ja, dan bouwt de spanning toch wel een beetje op, omdat je even wil bewijzen ook aan jezelf waar je staat. Vooral waar je staat ten opzichte van de rest. Je rijdt natuurlijk daarvoor wel trainingswedstrijden. En daarin zie je natuurlijk wel wat verschillen ten opzichte van anderen. Maar goed, op zo'n kwalificatietoernooi heb je bepaalde spanning. En dat creëert toch een ander element tijdens racen. Ik reed de trainingswedstrijd harder dan dat ik nu of gisteren liet zien. Dus dat is gewoon niet goed. En ja, daar baal ik van. En het overkwam echt een beetje. Dus ik vind het ook lastig om mijn vinger op de zere plek te leggen. En dat vond ik ook gisteren heel lastig. Want ik weet, ja, je weet dat je het kan, alleen het moet eerst allemaal nog maar. En voor sommige mensen lijkt het dan een zekerheidje, maar dat is het natuurlijk niet. Je moet het eerst nog laten zien. Maar ik kon wel kijken naar wat ik op het ijs liet zien en wat daaraan niet goed was. Ik zat gewoon te hoog, ik was een beetje verkrampt. Dus het sleutelwoord voor vandaag was los en daarmee ging ik inrijden en ook stapte ik ook de wedstrijdbaan in, zeg maar. Ja, ik ben ruimschoots tevreden. Goede races gereden, zeker met 1500 en met 500 en met 1000 misschien wat slordig omdat ik wat gretig was. Maar hier kan ik echt, als ik dit als basisniveau kan doorzetten dit seizoen, dan kan er nog heel veel moois en dan sta ik er echt goed voor.